Delfts aardewerk in traditie, architectuur en experiment. Zo heet de expositie die op het ogenblik te zien is in de Vleeshal in Haarlem. Er staan fraaie voorbeelden van het wereldberoemde Delfts blauw, zoals dat al meer dan drie eeuwen lang wordt vervaardigd. Nog steeds maken kunstenaars op de Delftse draaischijven de vermaarde vazen, schalen, pullen en borden. Op het eenmaal gebakken en ongeglazuurde aardewerk brengen getrainde schilders met de hand de decoraties aan die in de 17e eeuw ontstonden naar voorbeelden van het Chinese porselein uit de Wanli-periode. Opmerkelijk is dat in het glazuurbad waarin het voorwerp vervolgens gedompeld wordt, de schildering geheel verdwijnt. Hierna gaat het opnieuw naar de ovens om voor de tweede maal gebakken te worden. Tijdens dit proces ontstaat het speciale effect dat het aardewerk uit Delft zijn wereldroem bezorgde. Naast het traditionele product maakt men in Delft ook het aardewerk van deze tijd met zijn moderne beschilderingen. Ook hiervan zijn op de tentoonstelling in Haarlem verschillende voorbeelden te zien. Wachtenden noemde ontwerper Herman Sanders de voorstelling op deze bokaal. In sterk contrast met het bonte karakter van het traditionele Delftse aardewerk is de strakke eenvoud van het moderne. In de hedendaagse bouwkunst maakt men ook meer en meer gebruik van architectonisch aardewerk. Dit relief is er een voorbeeld van. En dit paneel zal het interieur van het stoomschip Rotterdam verluchtigen. Voor toepassing in ramen van grote gebouwen zoals kerken ontwierp men een combinatie van keramisch materiaal en glas. Het architectonisch aardewerk is een van de interessantste onderdelen van de charmante expositie in de Haarlemse Vleeshal.